2 jaar cel. Dat is de eis tegen de man die op de A325 op een file inreed en een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Bij het ongeval kwamen opa, oma en kleindochter om het leven. Ondanks de koude en natte grond is het in de Achterhoek gelukt. Zand eraf en dan hoor je ze pieper. De eerste en verse oogst asperges. Hey! Het loopt storm met de kaartverkoop voor de bekerfinale NEC tegen Feyenoord. Tuurlijk, hart en nieren, rood, groen en zwart hart, hè? Goedenavond. Tegen een 30-jarige man uit Lent is vandaag 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De man veroorzaakte op 28 november 2021 een dodelijk ongeval op de A325. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven. Een 9-jarig meisje en haar opa en oma. Verdacht wordt verweten dat hij op 28 november 2021 in Elst met een bestelwagen, terwijl hij met zijn mobiele telefoon bezig was, met ongeveer 89 km per uur achter op een file is gereden, waardoor 3 personen zijn overleden en 1 zwaar gewond is geraakt. Verdachte Wasim LM rijdt als koerier voor opdrachtgevers en hij had net het laatste pakket weggebracht bij het depot van PostNL. En om daar binnen te komen had hij zijn raam geopend en een pasje gebruikt. Dat raam was open blijven staan, zegt hij, en hij was de snelweg opgereden. Maar uit beelden en het onderzoek blijkt dat dat raam dicht was terwijl hij het depot verliet. Maar onderweg was hij wel meermaals op zijn telefoon actief, blijkt uit onderzoek. Maar dat herinnert LM zich niet meer. En verdachte weet dat dan enerzijds wel heel precies, hè? Dat raampje deed het niet goed. Maar als we hem vragen, ja, maar hoe zat het dan met dat telefoongebruik? Ja, dan zegt hij, daar herinner ik me helemaal niks van. De officier rekent vooral het WhatsApp-gebruik tijdens het rijden LM zwaar aan. En hij zegt ook dat LM roekeloos heeft gereden en daarmee het ongeluk veroorzaakt heeft. Dat terwijl een nog op de achterbank vecht voor haar leven, verdacht bezig is met het wissen van de chatgeschiedenis van zijn telefoontoestel. En dat reken ik hem ook aan. Op de A325 reed LM met 89 km per uur, terwijl 70 was toegestaan en dat brandde ook op matrixborden. Maar met die 89 km per uur klapte die op de Mazda van de slachtoffers. Ja, de rechter doet over 2 weken uitspraak in de zaak. De eerste asperges komen van het land in het Achterhoekse De Heurne. Maar zeker niet alle aspergetelers kunnen ze al leveren vanuit de koude grond. Het is dit keer een uitdaging door de afgelopen natte periode. Maar er zijn weer zonnige dagen, dus schieten her en der de allereerste asperges uit het aspergebed omhoog. Ja, we zijn begonnen met de oogst van de asperges. Het is nog koud, het is nog nat, maar de eerste zijn er. Het is in aspergebedden nog wel even zoeken naar het witte goud. Maar je ziet wel, normaal als je midden in het seizoen zit, dan heb je er 4, 5 op de meter. En nou is er hier eentje, daar eentje. Dus het is echt eigenlijk een begin. Aspergetelers gebruiken de bekende truc met het zwart-witte folie. Zo houden ze hier de grond warm in het aspergebed en schiet de groente omhoog. Daarover doen we nog een mini-tunneltje. Daar zit een ruimte tussen van 25, 30 centimeter. Daar kan het maar zo 40, 50 graden worden. Op die manier proberen we zo vroeg mogelijk warmte in de bodem te krijgen en zo vroeg mogelijk aan het oosten te zijn. Ze gaan direct van het land naar het steken, gaan ze eigenlijk in een bak water. Omdat het hier vrij zwarte grond is, droogt die grond er eigenlijk vrij makkelijk aan en dan krijg je van die grauwe asperges. En als je ze in het water gehad hebt, dan is het zand eraf en dan hoor je ze piepen. En piepen betekent? Dat ze vers zijn. Als je in de supermarkt asperges koopt en ze piepen niet meer, laat ze dan liggen. Asperges, geschild of ongeschild, er is schaarste. En dat betekent dat de klant een hogere prijs betaalt. Dat hangt af van het aanbod en dat is voor Pasen is dat krap. Dus ze zullen niet heel goedkoop worden voor Pasen. Na de Pasen denk ik dat er veel meer zijn en dat de prijs beduidend lager zal zijn. De Nijmeegse voetbalclub NEC speelt 21 april de bekerfinale tegen Feyenoord. Vanmorgen verzamelden de fans van de Nijmeegse club voor de deur van hun stadion voor de kaartverkoop. 17.500 NEC-fans zijn 21 april welkom in de Kuip voor de bekerfinale. En dat betekent 17.500 kaarten. Stipt om 12 uur ging de fysieke verkoop van start. Daar gaat het rol uit. Gaat die open. Dus nu moeten we het gaan doen. Hè. We gaan ervoor. Op naar de Kuip. De meeste stonden vanaf 10 uur al klaar. Als je NEC'er bent, dan ga je wel hier naartoe. Dat is gewoon geschiedenis schrijven. Dat gaat goed komen. Tenminste, dat gevoel heb ik, laat ik het zo zeggen. De laatste keer was 24 jaar geleden.
Dus ja, ik heb ze niet allemaal. Ik heb wel een 40 jaar seizoenkaart, maar dat... Vier keer is scheeprecht. Ja, vind ik wel, ja. En zo worden de eerste fysieke kaarten bemachtigd. En dat maakte nogal wat los. Gaat eruit. Even wat. Voor mijn kleindochter ook. Het gaat één keer mee. En ze weet er helemaal niks van. Verrassing. Ik zeg, je gaat mee. Het is gelukt. Morgen nog één keer. De keukendeuren slaan. Van links naar rechts. Stadion Gelredome maakt zich klaar voor snollebollekes. En het wordt niet alleen maar hossen. Wij gaan beginnen dit jaar met een, ja let op, met een klassiek ballet. Nou jij weer. Zometeen meer. Burgemeester Pieter van Maren is gisteravond diep door het stof gegaan in een raadsvergadering van de gemeente Zaltbommel. Hij ontkent dat hij willens en wetens de ramen van zijn monumentale pand heeft vervangen. Voor u staat een aangeslagen burgemeester die nogmaals zijn excuus aanbiedt. De burgemeester verving in 2022 de ramen van zijn woning. Maar omdat hij in een monument woont, had dat niet gemogen. Hij zegt dat hij pas eind vorig jaar erachter kwam dat hij daar toestemming voor had moeten vragen. Maar uit stukken die Omroep Gelderland opvroeg, bleek dat Van Maren veel eerder op de hoogte was. Milieubeweging Extinction Rebellion protesteerde vandaag bij Parenco in Renkum vanwege het oppompen van grondwater door de papierfabriek. Volgens de actiegroep onttrekt de fabriek 170 liter drinkwater per seconde. En dat gaat ten koste van mens en natuur. Ze halen dat water uit de grond, maar ze kunnen net zo goed het Rijnwater gebruiken. Dat is wat in Eerbeek ook gebeurt bij de papierfabriek. Ze gebruiken het circulair, dus het is niet nodig om grondwater te gebruiken. En wij willen ze een duwtje in de rug geven om snel over te stappen op Rijnwater. De Europese Commissie heeft meer tijd nodig om te beslissen over de toekomst van Kaptan. Een bestrijdingsmiddel dat fruitbomen en hun gewas al ruim 70 jaar beschermt tegen schurft- en vruchtboomkanker. Deze week leek het erop dat het middel zou worden verboden voor de fruitteelt. Maar de lidstaten konden het daar niet over eens worden. En dus kunnen de Gelderse appel- en perentelers voorlopig rustig ademhalen. Want volgens hen is Kaptan onmisbaar. De 22-jarige Ruben van Zoelen teelt appels en peren in Meteren en Ommeren. Ondanks het gebruik van Kaptan was vorig jaar bijna de helft van zijn oogst besmet met schurft. Zodra schurft ontstaat, ontstaat het eerst op het blad. En later in het seizoen kan dit overgaan op de appel en peer. Dan krijgen we eigenlijk grote zwarte vlekken. Ja, dat is gewoon onverkoopbaar. Toch is Kaptan voor de Europese Commissie omstreden. Er kleven namelijk gezondheidsrisico's aan voor onder meer vogels en bijen. Ook een fruitteler is erg begaan met de omgeving en de natuur. Dus wij zouden als sector absoluut geen producten willen gebruiken en toe willen passen die daar een negatieve invloed op hebben. De fruitsector wil minder afhankelijk worden van Kaptan. Maar er is simpelweg nog geen goed alternatief op de markt. Er zijn wel alternatieven, maar qua prijsprestatie zijn ze niet zo goed. En bij die Kaptan zelf, we zijn gegaan naar verminderde inzet door lagere dosering. We gebruiken beslisondersteunende systemen. We gebruiken nieuwere technieken. Dus die vermindering is ingezet. Maar het blijft voor een gezonde fruitteelt, in het perspectief zoals we nu werken, een essentieel product. We moeten gewoon onze kilo's en kwaliteit behalen om rendabel uit te komen. En de kostprijs zo laag mogelijk te houden voor de consument. En daarvoor denk ik dat Kaptan noodzakelijk is. Wanneer de Europese Commissie met een nieuw voorstel komt over de toekomst van Kaptan, is nog niet bekend. Stadion Gelredome barst dit weekend uit zijn voegen. Want duizenden mensen staan straks weer te hossen op de muziek van snollebollekes. En de afgelopen dagen is er dan ook hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Ik kan zelf nog geen tent opzetten op de camping. En hier beginnen ze dus zondag al, dus ruim een week van tevoren. En met alleen maar van die zwarte koffertjes. En dan denk ik altijd, er moet dus iemand het eerste koffertje open doen. Wat is het eerste schroefje? Wat is de eerste lus? En dan, hoe begin je? Weet je wel? Optreden in een voetbalstadion, ja, dat is toch wel een droom. Over voetbalstadions gesproken, er komt er eentje leeg te staan in Eindhoven.
Oh, je bedoelt Guus, die stopt in Eindhoven. Ah, zo, ja, wie zal het zeggen? Groots met een harde S. Is het iets? Nou, kijk, ik vind wel... Kijk, als je de arena, dan denken mensen de toppers. Philipsstadion is natuurlijk gewoon van Guus. Volgens mij heeft hij ook gewoon de sleutel, denk ik echt. En ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat toch een beetje de traditie dat Snollebolleke Schelledoom is. Je weet, Snollebolle is altijd live en loopzuiver. Heel belangrijk dat het keeltje gesmeerd is. Ik ben de enige zanger in Nederland dat het belangrijk is dat mijn kuiten te houden dan mijn stembanden. Ja. Straks na de reclame, de Week van Gelderland met Klaas Drupsteen. Ja, Klaas, wat gaan jullie vanavond allemaal bespreken? Ja, hoi Sonja. De vaccinatiegraad in Nederland is laag en wordt steeds iets lager. Er zijn steeds minder ouders die hun kinderen vaccineren. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen en wat zijn de gevolgen ervan? Ja, we gaan het ook hebben over de hoornaar. Hier zie je een nest staan. De Aziatische hoornaar, om precies te zijn, die is aan het oprukken in Nederland. Is ook in Gelderland aangekomen en die heeft aardig wat consequenties, die komst van die hoornaar. Dat is niet allemaal best. We hebben muziek van Udi Mars en zijn band. En Sonja, als jij vrije tijd hebt, hè, daar heb je natuurlijk niet veel van als je hier werkt, maar in je vrije tijd, wat doe jij dan graag? Hardlopen bijvoorbeeld? Hardlopen, die delen wij, hè, die hobby. Ja, hardlopen. Nou, ik praat hier met iemand die heeft een hele andere hobby, een beetje een rare hobby. Die fotografeert voetbalvelden en dat doet hij van alle voetbalvelden in Nederland van amateurclubs. En achter de bar, ze is in gesprek, Irene. Ik hoor het al, het wordt een mooie uitzending. Tot zover deze uitzending. Het laatste nieuws is te vinden op onze site gld.nl en uiteraard in onze app. Mooie avond verder. Goeiedag. Ja, de paraplu die was deze middag echt wel weer nodig. En ook vanavond kan er nog af en toe wat regen vallen. Dat niet alleen. Ik zou de paraplu zeker niet wegzetten, want in het weekend komt die ook goed van pas. Vaak grijze luchten, zo af en toe een paar opklaringen. Met name in de ochtend was dat vandaag het geval. Vanmiddag kreeg toch echt die bewolking de overhand met de regen. En dit weekend ja, zien we toch ook vaak buien over de provincie trekken. Met name op zaterdag is er ook wel wat ruimte voor de zon. Op de weerkaart zien we de neerslagzone die vrijdagmiddag over Gelderland trok. Ook vanavond nog een paar regenbuien waarschijnlijk. Maar dan wordt het tijdelijk wat droger. Het is van korte duur, want zaterdag krijgen we te maken met nieuwe buien. Een actief lage drukgebied trekt ten noorden van Nederland langs. En daaromheen zijn al die buien aanwezig. En die zorgen voor dat wisselvallige weerbeeld. Ook zondag is dat het geval. En dan denk ik dat zondag de zon ook nog veel minder ruimte gaat krijgen. Dan is het overwegend bewolkt weer. Vanavond ook nog veel wolkenvelden, temperatuur rond 7 graden en eerst dus nog wat regen die naar het oosten gaat wegtrekken. De wind is zwak of matig uit het westen of noordwesten. In de nacht wat meer opklaringen en in die opklaringen kan het dan stevig afkoelen. Lokaal wel een graad of 3, dat is zeker niet uitgesloten. Misschien dat er ook nog een enkele bui overtrekt. Op zaterdagmiddag verwacht ik veel meer buien. En er kunnen echt actieve buien tussen zitten. Misschien nog wel met hagel en onweer. Dat is zeker niet uitgesloten. Het wordt 9 graden, maar als er zo'n stevige bui overtrekt, dan gaat die temperatuur flink naar beneden. Dan voelt het aan ja, misschien wel zo rond het vriespunt. Ook al omdat het fors gaat waaien uit westelijke richtingen. Matig, soms vrij krachtig. En de dagen erna komt er wel weer een weersverbetering. Zondag zien we ook nog een aantal buien met kans op hagel en onweer. Minder zon in ieder geval. Vanaf maandag wel wat betere omstandigheden. Dan komt de zon weer vaker tevoorschijn. Gaat de temperatuur wat omhoog. En vooral ook de wind neemt dan af. Fijn weekend.